It's all so quiet. It's all so still. You're all alone. Wat mij heeft gemaakt om te exploseren? Ja, geen idee. The canvas out on the ground. I was like, well, you know, this is gonna be a piece of cake. Then he hanged it, and I was like, oh crap. Dead Dance of the Frogfish. Dat is de naam van de solo-expositie van Art Doco bij Amsterdam Outside Art. Die gaat plaatsvinden vanaf 5 april 30. En het is dit jaar geen Koninginnedag, want daar een paar dagen ervoor is het Koningsdag. Zeg Art Doco, voor mijn gevoel kwam je helemaal uit het niets ineens in de Kerkstraat opdoemen. Ik zag jouw werk daar en ik raakte in één keer gefascineerd. En jij liep daar rond, ik liep daar rond en toen kwamen we tot elkaar. En het lumineuze idee van een solo-expositie bij Amsterdam Outside Art, dat ontstond spontaan daar ter plekke. Ja. Kan jij je een beetje introduceren aan de kijkers thuis van Outside Art TV? Ik ben Art Doco, 22 jaar, uit Callenshoog, Noord-Holland. En ik ben nu 4 jaar, denk ik, kunstenaar. En zodoende hebben wij elkaar vorig jaar ontmoet in Galerie Vallegia in de Kerkstraat. Ja. En jij vertelde mij een bijzonder verhaal, want jij exposeert in de States. Ja, ik ben op mijn 19e naar Amerika vertrokken, inderdaad, om te kijken of ik daar kunst kon maken en daar misschien kon doorbreken. En ik heb in mijn eerste jaar 2 maanden daar gezeten en gewerkt en geleefd. En zodoende heb ik daar kunnen exposeren en grote muurschilderingen kunnen doen. Wat weer verdere deuren opende voor mij. Ja. Ja. Zo ook in de Spiegelstraat? Ik heb in de Spiegelstraat een jaar gezeten. Ik heb in Oostenrijk geëxposeerd. En verschillende malen weer terug in Amerika geëxposeerd. Ja. En hier grote projecten gedaan. Met DJ's ben je op reis geweest, ja. Kort geleden? Ja, ik ben terug van een maand toeren met DJ's waar ik live schilderde. Eigenlijk op hun muziek stond ik op het podium me te schilderen op hun nummers. En we trokken wel goede volle zalen. Ja. Dus dat was heel fijn. Heel California gehad, Mexico gehad, Nevada en... We hebben wel een maandje feest gehad, ja. Je eerste solo-expositie in Amsterdam, bij Amsterdam Outside Art. Ik was in het begin een beetje huiverig, want ik dacht van, je gaat natuurlijk even zoeken en koekeloeren. Wat is die Outside Art? En ik dacht, voel je wel eigenlijk aangetrokken tot die Outside Art? Kan je daarmee identificeren? Ik kan me zeker met Outside Art identificeren, omdat ik juist geen klassieke opleiding heb van een kunstacademie en dergelijke. Ik vind dat kunst ook een maatschappelijk doel moet hebben. En dat het meer is dan alleen een mooi plaatje. En het moet een verhaal vertellen. En er moeten geen regeltjes aan zitten. Want het is kunst en het kan nooit fout zijn. Dus er kunnen ook geen regels zijn van wat niet mag. En ik had bij Amsterdam Outside Art de vrijheid om
te doen en laten wat ik wilde. Dus ja, daar kon ik me heel erg mee identificeren. Ja. Okay. Jij hebt ik ben natuurlijk een beetje geneuzen en zo. Toen kwam ik erachter dat je ook een graffiti street art achtergrond hebt. Ja. En toen ik inderdaad op die manier ook naar jouw werk ging kijken, dan zag ik dat ook weer terug, weet je wel. Dat is bijzonder. Ja, ja, ik ben echt begonnen op straat. Inderdaad met graffiti en met street art. En ik wou mezelf meer ontwikkelen met schilderen. Maar ik wou ook niet mijn achtergrond kwijtraken hoe ik ooit ben begonnen. En zodoende heb ik dat kunnen mixen met elkaar eigenlijk. Dus wel het schilderen en emotie erin doen en de straatelementen. Maar op een unieke manier, heb ik het idee. Ja. Als ik zelf met abstracten bezig ben, dan hoor ik altijd in mijn hoofd, hoor ik altijd de LP Avant-Garde van Don Cherry en John Coltrane. Hoor jij nou ook muziek als je met jouw schilderijen bezig bent in je hoofd? Ja, ik zet sowieso ook muziek aan. Maar heel veel is gewoon keiharde rock en metal en punk wat ik aan heb. En zodoende kan ik gewoon alles loslaten qua gevoel. En mijn woede en verdriet op het doek uiten. Ja. En dat werkt gewoon beter met harde muziek. Ja. Wat je los laat gaan in plaats van rustige muziek. Alhoewel ik ook wel eens op Tom Waits schilder hoor. Dus, ja. Maar ja. Ik had zelf het idee van, nou, ik noem die expositie heel concreet, weet je. Art Doco Solo. Ik denk, dat staat, weet je wel, dat brandt op je netvlies. En toen kwam jij met een hele literaire, dichtelijk poëtische titel aan. Vertel eens. Ja, het is eigenlijk een nummer van Napoleon. En dat nummer heette They're Coming to Take Me Away. En dat is toen gecoverd door een favoriete band van mij op een demo-albumpje ergens in de jaren 90 met die titel. En het nummer gaat eigenlijk over iemand waarvan je denkt, die heeft liefdesverdriet en een psychose. En hij raakt helemaal in de stress en hij wil zijn geliefde vermoorden. En dan in het laatste couplet kom je er eigenlijk achter dat hij zijn hond kwijt is geraakt. Want zijn hond is weggelopen en daar is hij heel erg boos over. En ik vond het leuk omdat in mijn werk ook heel veel misinterpretatie zit. Of hoe ik me zou voelen of hoe... wat andere mensen denken dat ik me zo heb gevoeld. En ik vond dat een leuke speling. Juist omdat ik niet iets directs heb van oké, het is een vrolijk beeld, dat is het. Er zit veel meer achter. Cool. Veel verschillende lagen. En dat trok mij heel erg. En zodoende ben ik me in verhalen van andere psychiatrische patiënten gaan kijken. En songteksten die gerelateerd zijn aan mentale ziektes bestuderen. Ja. Ja, daar ben ik op gekomen. Hij steunt ook bepaalde doelen, goede doelen. Jij staat vrijwillig een percentage meestal af van jouw verkochte werk. En dat doneer je dan naar iets, een project of zo? Ja, ik vind projecten voor de jeugd heel erg belangrijk. Vooral omdat ik zelf uit een gebied kom in Nederland waar vrij weinig qua cultuur is. Maar ik merk ook dat mensen met een psychiatrische aandoening, een depressie, posttraumatische stressstoornis er baat bij hebben om zich te kunnen uiten. En niet iedereen kan zich verbaal uiten. En voor mij, om met mijn depressie om te gaan, heeft het mij onwijs geholpen om te schilderen. En ik wil daarin meer mensen stimuleren. Maar de huidige regering die bezuinigt op zorg en op cultuur. Ja. Dus dan moet je het op een andere manier oplossen. En ik denk dat ik nu wel een goede manier heb waarbij en cultuur kan stimuleren en de zorg. Ja. Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt van die zorg. Want het bijzondere is, en het weet menig Amsterdammer weet daar niks van. Maar bijvoorbeeld Cordaan, die niet altijd in een goed daglicht staat volgens de pers, die heeft toch maar mooi even de mogelijkheid gegeven dat Amsterdam Outside Art is ontstaan en heeft zijn deuren wereldwijd geopend. En letterlijk iedereen die binnen die Outside Art valt, kan bij Amsterdam Outside Art exposeren. Dus dat u dat, om met de woorden van Rob Zwetsloot te spreken, dat u dat maar even weet. Ja, het,
Het is juist goed dat Cordaan een ruimte opent en mensen de kans biedt. Juist omdat psychiatrische patiënten of mensen die in de zorg hebben gezeten voor mentale klachten altijd een soort stigma over zich hebben gehad dat ze compleet niks kunnen of tweederangs burger hier zijn. Terwijl dat niet het geval is. Er zijn heel veel mensen die aan depressie lijden. Of werkdruk of posttraumatische stressstoornis. Maar dat, dat maakt hun niet minder. En dat maakt hun ook niet dysfunctioneel in de samenleving. Alleen we kiezen ervoor om mensen zo misschien te benaderen. Omdat we het eng vinden. Als iemand lichamelijke ziekte heeft. Bijvoorbeeld de ziekte van kanker. Dan kunnen mensen zich identificeren. En dan weten ze van oké, het is dit en dit. En dat zijn de klachten. Maar met mentaal kun je het niet aan de buitenkant vaak zien. En dat maakt het enger voor mensen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Ja. Maar ja, ongewild worden mensen, juist die met die depressies en psychose soms te maken hebben, worden daardoor wel naar een hoger plan soms getrokken. Hè? Ik zie dat soms met werk van mensen die van de Rietveld komen of Rijksacademie. Die kom ik jaren later tegen, die hebben een depressie achter de rug. En die gaan dan enorm mooi schilderen of... een hele andere dimensie in met hun schilderijen. En die komen onder andere dan ook hier aankloppen bij die outside art. Omdat ze dan ineens niet meer geaccepteerd worden bij de reguliere, in het reguliere kunstcircuit. Mentale problemen zijn denk ik nog steeds niet echt bespreekbaar. In de westerse maatschappij, maar ook niet in andere landen. En het moet allemaal vrolijk zijn en commercieel. Want er moet geld verdiend worden, wat logisch is van de commerciële sector. Maar ja. Kunst is meer dan dat. En zeker, kunst is emotie en kunst moet raken. En net als het leven is er niet altijd blijdschap. Er zit ook heel veel verdriet. En ik denk als je kijkt naar de beste werken, of het nou qua beeld is of qua geluid. Russische componisten waren stikdepressief, maakten de mooiste muziek. Ik heb gemerkt dat als mensen jouw werk zien hangen, dan worden ze onmiddellijk gefascineerd. En dat blijft dan ook meteen rondgonsen. Art Deco, je hoort niks anders. En ik ben de laatste maanden zo trots erop dat ik jou toch op een vrij vriendschappelijke manier ben tegengekomen. Niet wetende van hoe die Olieflex zich zou uitbreiden. En je bent inmiddels alweer naar de States geweest en hebt daar enorme goede concerten bij gewoond met je live action paintings. En ik wil alle mensen uitnodigen om kennis te maken met het Art Deco effect. En dat gaat gebeuren, de opening, dit is op zaterdag, middag 5 april om 2 uur. De Nieuwe Keizersgracht 1A in Amsterdam, bij Amsterdam Outsider Art. En ik als galeriehouder Bert Schoonhoven nodig u van harte uit. En Art Deco zal u van harte te woord staan op deze bijzondere openingsexpositie. Ik dank u voor uw aandacht. Vandaag voor het eerst, dit keer bij Amsterdam Outsider Art. Ja, ik vind Art Deco de visualisering van een Outsider Art kunstenaar. Ik heb altijd een bepaald beeld in mijn hoofd. Er zijn een aantal Outsider Art kunstenaars die we in de afgelopen 5 jaar een podium hebben gegeven. Arthur Prins is een van mijn favorieten. En ik kom dus bij de Kerkstraat binnen en ik zie daar 3 schilderijen hangen. En ik was meteen getroffen door het beeld. Ik heb nog nooit iemand op zo'n manier met spuitbus en eigen technieken de regie zien houden op het doek of op het hout. Ik bedoel, je kan spuiten, je kan afbeeldingen maken, maar Art Deco die heeft daar zo'n speciale manier voor. Ja, mijn petje af. Ik laat hem op, maar mijn petje af. Ja, ik ga nu Art Deco het woord geven, want hij kan het allemaal veel beter verwoorden en vertellen. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Art Deco! Oké, dat is best eng. En ik had een speech voorbereid en die ben ik al helemaal vergeten. Wat jullie hier zien is 4 jaar lang graffiti, toeren, janken, lachen, huilen. Blij zijn over de hele wereld, wat ik heb mogen doen. En het belangrijkste is, het vertelt ook mijn verhaal. En wat kan ik nog meer zeggen? Ik ben alweer helemaal vergeten. Ik wil graag erop attenderen dat dit werk veel meer betekent in deze expositie dan alleen het laten zien en misschien verkopen.
Het gaat erom dat we aandacht brengen naar de zorg. Door de bezuinigingen op de zorg vallen heel veel dingen weg. Waaronder iets wat mij onwijs heeft geholpen in het verleden, door middel dat er oorlog was in Kosovo en allemaal andere onzin. Om het van me af te schilderen met creatieve therapie. En door de bezuinigingen vallen heel veel therapieën weg en worden wachtlijsten voor jeugdzorg steeds langer. Wat ik onwijs vervelend vind, want iemand die zijn been breekt kan ook niet een jaar lang wachten om geholpen te worden, maar iemand met een depressie wordt 2 jaar lang aan slot overgelaten. Dat gezegd te hebben, we kunnen niet echt denken dat de regering ons nu gaat helpen hiermee, maar we kunnen het wel zelf voorzien. Dus een deel van het geld gaat naar instellingen die creatieve therapie graag nog willen behouden. Workshops, projecten voor jongeren en twintigers. Ons een uitlaatklep te geven en zo met hun depressie overweg te kunnen. Iets waar ik onwijs wel achter sta en willen jullie meer over het project weten, zijn jullie welkom om mij aan te spreken. Ben je een kunstenaar en heb je zoiets van ik wil meedoen met dit initiatief? Of een illustrator, laat het me weten en laten we zo een nieuwe generatie een fijn leven geven en de zorg omhoog te halen. Ik wil nog Bert Schoonhoven bedanken voor deze onwijs vette kans. Mijn ouders die de afgelopen week diverse scheldpartijen hebben gehoord omdat ik iets niet in orde kreeg. Mijn vriendin, Siska Tienkamp voor het filmpje. Mijn vrienden, ik zal nog wel meer mensen vergeten, maar iedereen in ieder geval onwijs bedankt voor jullie opkomst en geniet ervan. We maken er een feestje van. Ik ben ook podiumdichter presentator van Amsterdam Oud-Zuid Art TV en al wat niet meer. Donkere nachten langs metrobanen, schichtig van links naar rechts, zoekend naar een oppervlak om een creatie te spuiten, voelend, spiedelend, luisterend, achterom, voorom, tussendoor, hurkend, knielend, klimmend, bedachtzaam voor de buitenwacht. Kleuren zoeken zich een weg door de atmosfeer. Grauw beton laat zich markeren door fantasieën en creativiteit. Doelgericht trekt zij haar strepen door het stadsjungle. Kloppend hart, kloppend hart, kloppend hart, kloppend hart. In versneld tempo verschijnt de metamorfose uit rammelende spuitbussen. Gewapend anarchistisch kleur bekennen. Open riolen verworden tot street art paradijzen. Afgekeurde metrotreinen transformeren zich door bochten gierende musea. Volgepropt met burgerbevolking op weg naar het einde, alwaar koning Spuitbus en zijn kornuiten zich laven en laven aan het kleurenspectrum van de street art. Zoek hen op, die graffiti koningen. Vereer ze met trompettengestal, geschal. Laat vuurwerk knallen, behang het universum met hun namen. Zoek ze op, die nieuwe kunstenaars, want hun tempel is ons stadslichaam. Yeah! En ik als oude lul maak even ruimte voor een andere beatpoëet die ook helemaal in de geest van Art Doko een gedicht zal voordragen. Jeroen Rolf Schoonhoven. Hallo. Vannacht. Vannacht draait het ver van mijn kwasten af. Spetters acryl spetteren neer op de spiksplinter, nieuwe witte canvas van de blokken. Een rode klodder hier, een groene klodder daar, mijn schildpalet doet wonderen daar, waar mijn fantasie samensmelt met alles wat er ieder ten boven gaat. Wat in me heerst is een schildersepidemie. Mijn creatieve brein is de reden die de reden dat ik schilder is een uitbast. Ik verander energie, ik ben energiek en verdiep me tegenwoordig in kunstzinnige zinnen die ik omtoverd op mijn levenslied. Verf, verf, verf moet ik ruiken, verf moet ik snijpen. Stop mijn vingers in de verf, met mijn vingers buiten de lijnen. Laat het wit uit de doeken verdwijnen, stop! Ik stop mijn vingers in de verf, spat met mijn verf over de doeken. Niks blijft ongeverfd, heb nu verf op al mijn broeken. Mijn schoenen hebben meer kleuren dan voorheen. Het druipt verf over me heen, ik kom verf over mijn lichaam heen. En dan verf ik dan weer mee. Verf, 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 verf. Verf, geen verderf, maar verf, alleen maar verf om me heen. Ik ga zwemmen in de verf en ga met verf mee in zee.
Vannacht draait het verre van mijn kwasten af. Spetters acryl spetteren neer op de spiksplikten. Nieuwe witte canvas van de Euromarkt. Een gele klodder hier, een paarse klodder daar. Mijn schilderpalet doet wonderen daar. Waar mijn fantasie samensmelt met alles wat er ieder ten boven gaat. Bedankt. Een applaus voor de gebroeders Grimm. En hierbij is de expositie geopend. Yeah.